hebben en kunnen. Dus ik was eigenlijk super vrolijk vanochtend. Totdat ik naar de Sena ging. En ik wilde het rokje ruilen. En toen zei ik al vanuit het leven, natuurlijk geen probleem. Mag ik alvast een bonnetje zien? Dus ik zeg, ja hoor. Ja, maar mevrouw, het is alweer bijna 2 maanden geleden. En toen dacht ik, oh, willen ze niet een uitzondering maken? Ze hadden nog die rokken gewoon ook nog liggen. Helemaal voorin. En ik wilde het niet eens terugbrengen. Ik wilde het gewoon ruilen voor een maatje kleiner. En het was me niet eerder gelukt om om erheen te gaan. Dus ik zei ook van, het lukte me gewoon niet. Want ik had het steeds ook bij me in mijn tas. Toen zei ze, ja, maar sorry, kan echt niet. Ik moet ook ergens een grens stellen. Ik dacht, nou, kom op. En toen was ik ineens helemaal chagrijnig. Door die stomme mevrouw van de Sena. Bij Oostpoort. Nou, toen ben ik maar naar de Douglas gegaan. Om alvast weer een nieuwe concealer te kopen. Nou, dat is hier een rip uit mijn lijf. 59 euro. Denk ik, oh my god. Waarom is het allemaal zo duur, make-up? Maar ja, ik kan er wel weer een half jaar mee doen, hoop ik. En de rest gebruik ik gewoon van goedkopere merken en zo. Maar ik vind die wel heel erg fijn. Het is zeg maar deze. Deze doe ik dan onder mijn ogen. Oké, niet heel veel, want je ziet wel een beetje ballen. Maar goed, het schijnt te werken. Of tenminste, ik vind het heel prettig. En dan doe ik nog een klein beetje van deze. Doe ik dan een beetje zo ernaast, zeg maar. En ja, bij Douglas is dat gewoon heel fijn. Dus dat was, de ene was 35,50 euro. En de andere 23,50 euro. Dus bij elkaar 59 euro. Wow. Maar ja, hè. Ik hoop dat ik er een jaar mee kan doen. Want de allereerste keer dat ik het gebruikte, deed ik er een jaar mee. En dit is dan de tweede die ik dan gebruik. Niet die ik heb gekocht, maar die daarvoor. En die is al bijna op. En ik heb hem in september gekocht. Dus ik ben er een beetje te hard doorheen gegaan. Ik moet even wat rustiger aandoen. Komt omdat ik het nu wel echt iedere dag gebruik bijna. En ik moet er gewoon niet zoveel op doen misschien. Ik hoop dat ik dan dat ik hem nog tot maart kan gebruiken, die oude. Nou, dan begin ik in maart met de nieuwe. En dan hoop ik tot maart 2017 de nieuwe. Nou, wat een bullshit verhaal. Ik moet werken namelijk trouwens. Ik kan niet hier eeuwig chillen. Ik moet werken, werken tot echt, ben denk ik pas 7 uur 's avonds thuis of zo. Ik ben ook wel pas laat begonnen dus. Maar ik ga er nu vandoor. Ciao ciao. Het zit me toch niet helemaal lekker over dat rokje van de Sena. Niet omdat zij gewoon gelijk had. Ze had gewoon gelijk. Ik bedoel, het was 3 december dat ik hem kocht. Ja, en het is nu al best wel eind januari. Dus ze heeft gewoon gelijk. Maar ze maakte me gewoon belachelijk. En hoe weet ik dat? Dat ze was keihard aan het praten, sowieso. Door te zeggen, 2 maanden? Ja, ik moet wel ergens een grens trekken. Zo zei ze het. Terwijl ze keek naar de mensen achter in de rij. En ze praatte ook echt heel hard. En ze had zo'n grinnig lachje. Zo'n heel vernijpig, verniepig. Nou, helemaal niet aardig. En daardoor kreeg ik echt een hekel aan haar. En daardoor voelde ik me rot. En daardoor voel ik nu gewoon het recht dat ik heb om het toch nog een keer te proberen. Ofzo. Ik heb altijd het recht om het een keer te proberen. Maar omdat ik me niet goed voel, dat is de reden waarom ik het nu weer ga proberen. Als zij het gewoon op een andere manier had gezegd en niet met de andere mensen achter in de rij ging communiceren, had ik misschien zoiets van, ja, inderdaad, ze heeft gelijk. Laat het gewoon zo. En klaar ermee. En dan had ik ook geen naar gevoel. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ben nu bij de Dam. Tenminste, de Dam is daar. En ik ga het bij deze Sena proberen. En hopelijk zijn ze hier wel wat aardiger. Dat ik in ieder geval een beter gevoel heb. Nou, ik ben naar de Sena geweest hoor. En ik heb een, zoals je ziet, een veel vrolijker stemming.
Nou, die dames, die zijn super lief. Nou, ik ging zeg maar naar haar toe. En ik vertelde van ja, dit is aan de hand. Ik kan ook geen andere, ik zie ook geen maat 40 tussen jullie rokken liggen. En ze hadden achterin ook niet liggen. Dus ja, ik zeg ja, kan ik het dan terugbrengen, weet je, dat ik mijn geld terugkrijg. Toen zei ze van nou, even kijken hoor, wat is dan de bon? Nee, dat kan eigenlijk niet. Het is wel 2 maanden geleden bijna, dus ik zeg ja, dat snap ik. Maar je kan het wel ruilen, zei ze. Ik zeg ja, maar jullie hebben die maat niet meer. Dus dat gaat hem niet worden. Ja, maar je kan hem ook gewoon ruilen voor iets anders. Oh, dat maakt het heel anders. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb iets, want die rok was €9,90. Ik heb nu dit gevonden voor, dus deze broek voor €9. Ik dacht dat het trouwens €9 was. Dus ik ging naar de kassa en toen zei ze, nou helemaal goed, helemaal prima. En hier heb je ook nog 90 cent terug. Ik denk, 90 cent terug? Nee joh, laat maar zitten joh. Jullie hebben zoveel al gedaan. Nee, anders hebben we weer kassaverschil en en een broek en 90 cent terug. Nou, wat wil je nog meer? Nou, deze gaat ze zeker passen. En als zij niet past, dan pas ik hem ook. Want ik heb nu een emmetje genomen en zo'n broek met zo'n elastiek. Dus dat zal hem sowieso worden. Nou, ik ben weer super blij. Ik ga weer werken en dan zie ik jullie later. Ciao, ciao! Het is echt super grappig. Amsterdam is echt de stad voor de toeristen. Ik was dus net mijn vlog aan het maken en toen kwam er een meisje naar me toe. Uit Engeland volgens mij, aan haar accent te horen. En ze vroeg aan mij, do you also find it very hard to find your way in Amsterdam? En I was like, nee, niet echt, want ik woon in Amsterdam, ik fiets in Amsterdam, ik doe alles in Amsterdam, dus ik weet mijn weg wel te vinden. Oh, kan jij mij dan misschien eventjes helpen met de weg vinden naar dat en dat? Nou, ze had zelfs een kaart bij zich. Hoe moeilijk kon dat zijn? Ik heb haar de weg gewezen. Nou, vervolgens ging ik weer op mijn fiets. En ik fietste en in kaboom ligt er weer een toerist op de grond. Voor de tram, dus ik schrok me echt dood. Dus ik snel naar die toerist toe om te kijken of het wel allemaal oké ging en dat die tram in ieder geval ging stoppen. Want dat was het belangrijkste. En dat deed hij gelukkig. En volgens mij was er verder niet heel veel aan de hand met de toerist, gelukkig. Maar echt, er zijn gewoon geen Nederlandse mensen bijna in de... Geen Nederlanders, in ieder geval geen Amsterdammers. Die zie je gewoon niet hier in het centrum. Oké, ik moet nu echt aan het werk. Ik was al onderweg. Maar ik moest jullie dit eventjes vertellen. En ik ben dus inderdaad pas om 7 uur thuis. Nou, ik ga. Ciao, ciao. Ja hoor, het is nog steeds woensdagavond. En mijn moeder poetst haar tanden. Het is me weer gelukt. Wat vinden jullie van mijn mooie fashion trui? Oh ja. Hoe is dat dan? Ga maar verder poetsen. Je doet het hartstikke goed. Nou, het was vandaag een hele, hele lange werkdag. En ik heb het volgehouden. Ik heb lekker gegeten. Want lieve Matteke, die heeft een overschotel gemaakt. En hij was super lekker. Dus ik hoefde niet te koken. Heerlijk is dat. En mijn moeder had ook al gegeten. Heeft ze druppels gehad. En daardoor kon ik gewoon een beetje chillen met mijn eigen billen op de bank. Eigenlijk helemaal niets gedaan. Ja, maar dat komt omdat ik gewoon heel erg moe was. Ik dacht eventjes mijn hoofd, mijn hersenen eventjes op stand 0. Gewoon even niks doen. Ik ga hier bij mijn vlog afsluiten. Het is alweer bijna 10 uur. Tijd om te gaan slapen. Welterusten.